deelnemers, opgelet. Jullie mogen nu starten en deelnemers ontzettend veel succes. In drie rondes gaan kandidaat vechten om de Dobla Pasty Battle editie NL eer. En één ronde met een klassieke bereiding, één ronde met free and easy's en één black box. De deelnemers zijn echt mensen uit de horeca die bij verschillende restaurants werken, met een Michelinster. Er zitten patissiers tussen, waaronder bijvoorbeeld Jeroen Gozes. Het is echt een deelnemersveld waar we alleen maar van kunnen dromen. As a judge, we have to control everything will be fair, everything will be in order to make properly and to give the same chance to each candidate. I expect to be surprised, to be amazed, to be blind, because pastry is all about that. Een keer wat wint. Ik heb wel eens vaker een wedstrijd gewonnen, maar dit was toch weer heel bijzonder om na 25 jaar weer hier op de Horecava weer zo'n grote prijs te pakken. Doet me wel erg goed hoor. Het was echt wel een pittige opdracht, maar ik ben echt heel erg blij. Ja. En ik heb een hele goede leerling bij me getrokken. Die heb ik zo weggekregen, eigenlijk een beetje zo gek gemaakt om zich helemaal goed te trainen. Dus die heeft ook heel erg zijn best gedaan en ja, je doet het met z'n tweeën natuurlijk. Ja, geweldig. Het is een stukje erkenning naar waar je al die maanden naartoe hebt gewerkt eigenlijk. Ja, daar hebben we heel veel tijd in gezeten, maar dus wordt uiteindelijk wel beloond gelukkig.